allemaal, ik heet Sarah Matthew en ik ben de Junior Vice President van de Dolphin Academy. In deze vlog ga ik het over hebben tuimelaars. In de hele wereld zijn er 36 soorten dolfijnen. En één van die soort heet de tuimelaar. Tuimelaars zijn het bekendste, maar ook het meest voorkomende. In de aquaria hebben wij tuimelaars. Tuimelaars zijn sociale dieren en wonen in warm water. Er zijn twee soorten tuimelaars. Offshore tuimelaars en coastal tuimelaars. Offshore tuimelaars wonen in dieper water en wonen in grotere groepen. Coastal tuimelaars wonen bij de kust en wonen in kleinere groepen. Waar komt de naam tuimelaar van? Als je goed naar de neus van een tuimelaar kijkt, lijkt het op een fles. Daarom heet het in het Engels bottlenose dolphin. Vond je de vlog leuk en heb je iets geleerd over dolfijnen? Vergeet om ons te liken op Facebook. Wil je meer weten over dolfijnen of over andere dingen over de zee? Kijk dan op onze website Dolphin Academy. Tot volgende week. Tot ziens!